Zoals altijd, elke twee weken, wanneer het laatste nummer van Gezond Verstand naar de printer is gegaan, lees ik voor het eerste artikel, wat als een soort van introductie is. Dit keer heb ik het gehoorzaamheid en gezag genoemd. Met dit 50ste nummer van Gezond Verstand beginnen we aan onze derde jaargang. Een geschikt moment om er wat meer beschouwende artikelen in te plaatsen over waar we ons in de geschiedenis bevinden als een beschaving en waar we op af lijken te stevenen. Als u abonnee bent, dan weet u al veel van wat we in dit nummer presenteren. Maar wat ik en andere schrijvers proberen te doen, is om datgene wat u al weet steeds in een ander perspectief te plaatsen. Minder opvallende aspecten van wat we weten worden dan misschien duidelijker en het helpt ook bij het zichtbaar worden van de cruciale onderlinge verbanden tussen de onderdelen van de grote machtsgreep die over ons wordt uitgevoerd. In de perspectieven die volgen is de dosering van aannames groter dan we doorgaans met gezond verstand verslaggeving over aanwijsbare feiten aan u doorgeven. Bij wat ik hier ga schrijven zal de dosering van veronderstellingen zonder feitelijke onderbouwing nog groter zijn. Want voor dit introductiestuk stel ik voor dat we ons proberen in te leven in wat door de hoofden van toekomstige historici en politieke denkers zou kunnen gaan wanneer ze de documenten en videobeelden over het barre hier en nu onder ogen krijgen. Ik denk dat die toekomstige geleerden stom verbaasd zullen zijn over de gehoorzaamheid in het door de VS gecontroleerde Westen aan gezag dat niet kon bogen op welke rechtvaardiging van traditie of rationaliteit dan ook. Gehoorzaamheid aan een macht zonder morele basis, dus zonder rechtvaardigend gezag. Een gehoorzaamheid die door de absurde gezichtssluiers op de uit onze tijd stammende foto's voor eeuwig zichtbaar zal blijven. Zulke gehoorzaamheid is begrijpelijk in een dictatuur. Daar gaat gezag vergezeld van geweld. Bij ongehoorzaamheid staat een instantie zoals de Stasi voor je deur. Maar in dictaturen waar de massa de illusie koestert dat dingen uiteindelijk toch nog democratisch geregeld zijn, moet gezag berusten op een niet gewelddadig element. Daar blijft de algemene opvatting in zwang dat men gehoorzaamt, omdat het gezag is ingebed in morele plicht, met de veronderstelling dat door al het politieke geraas heen overheidsdienaren niet anders dan het welzijn van het volk op het oog kunnen hebben. Dit werd ons op 11 maart 2020 in precies zulke bewoordingen voorgehouden toen Rutte aankondigde dat wij plotseling allemaal in een oorlog tegen een dodelijk virus verwikkeld waren geraakt. De gezamenlijke morele plicht van overheid en volk gebood toen om zonder verdere discussie in te stemmen met vrijheidsberovende maatregelen. De toekomstige historici kunnen met één enkele blik op de statistieken uit die tijd zien dat deze fantasie van een figuurlijke oorlog berustte op het gezag van de aankondiging door het corrupte hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, daar neergezet door een van de 3 of 4 rijkste mensen op aarde, dat een wereldwijde noodsituatie op het gebied van volksgezondheid was ontstaan, omdat 83 gevallen van een eerder onbekend pathogeen buiten China waren geconstateerd. Het lot van onze beschaving zou er nu anders uitzien als iedereen toen in lachen was uitgebarsten. Voor de terugblikkers wordt het steeds interessanter
wanneer zij de tijdlijn van dit COVID-bedrog volgen. Want de leugenaars van de instellingen die het bedrog hadden verspreid, gingen hun leugens later toegeven door hun verhaal subtiel te veranderen of door met verklaringen te komen dat latere studies de eerdere leugens logenstraften. Het bijzondere van wat toen gebeurde was dat die bekentenissen niet voor een omwenteling zorgden. Het maakte niets uit. Verklaringen dat het eerdere officiële verhaal niet serieus moest worden genomen, werden soms becommentarieerd als een granaat die bij het afgaan de wereld in één klap zou voorzien van de waarheid. Alleen ontploften zulke waarheidsgranaten niet. In plaats daarvan kwamen de eerder teruggetrokken vrijheidsberoving en de schadelijke gehoorzaamheidsmaskers terug en ging het volslagen onbetrouwbare en nutteloze testen vrolijk door. Dat gold ook voor de waarheidsgranaten afkomstig van gerenommeerde onderzoekers en de farmaceutische industrie zelf, die het dodelijke gevaar of de permanente levensbedreigende lichamelijke schade van de injecties wereldkundig maakten. Injecties die met de grootste reclamecampagne in de geschiedenis, gesteund door alle westerse regeringen, als enig redmiddel aan het publiek waren opgedrongen. Het prikken ging ondanks de klokkenluiders gewoon onverminderd door. Talloze bedrijven, ziekenhuizen, scholen, nieuwsmedia, NGO's, klinieken, politieke partijen en huisartsen namen daarmee onbewust, zowel als bewust, deel aan massamoord of de afbraak van immuunsystemen, waardoor in de tijd van de terugblikkers de wereldbevolking al met honderden miljoenen, misschien wel een miljard, zal zijn gereduceerd en de sterk afgenomen vruchtbaarheid van beide seksen als een groot probleem zal zijn gaan gelden. Het gezag dat dit alles voortbracht kon niet langer worden verdedigd met het veronderstelde gezag van een medische en farmaceutische wetenschap. Want het was overduidelijk dat wetenschapsbeoefening op dat gebied tot op het bot toe was gecorrumpeerd. Het gezag leunde op het voortbestaan van gedachtspatronen die werden afgedwongen door misdadigers die hadden geleerd dat ze met hun misdaden konden wegkomen. Als zulk op ijle lucht gebaseerd gezag ooit eerder had bestaan, dan zou dat door toekomstige academici na naarstig zoeken alleen maar gevonden worden in door nationale afbakening begrensde totalitaire systemen. Genoeg over COVID. Laat onze terugblikkers van de toekomst nu inzoomen op het gezag van de EU, de NAVO en de VS, die mogelijk de wereld waarin de terugblikkers leven voor ons onherkenbaar zullen hebben veranderd. U zult net als ik heel graag een idee willen hebben in hoeverre dit gezag de wereld van onze kinderen en kleinkinderen zal verwoesten. Even voor de duidelijkheid, we hebben het niet over de macht van bovengenoemde entiteiten, waarover in dit blad al heel veel is geschreven, maar over hun gezag, dus de rechtvaardiging van hun macht. Academische terugblikkers zullen het met de uitleg van die macht, dus die macht zonder gezag, al heel erg moeilijk hebben. Ze zullen een carrière lang met opstapelende doctorale proefschriften in beslag worden genomen door het raadselachtige gedrag van de globalistische machtsgreepplegers. Hoe was het mogelijk dat na al hun tot in de puntjes uitgewerkte voorbereidingen en beveiligingen tegen dingen die fout konden gaan, de grote herstarters toestonden dat ze in een proxyoorlog met Rusland verwikkeld raakten?
Want na de voorspelbare gevolgen van sancties en diefstal van Russische tegoeden bij westerse banken, haalde die een kolossale streep door de rekening van hun project. Hoe hadden de machtsgreepplegers het kunnen overlaten aan de neoconservatieven in het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de beleidsvormers onder een ontoerekeningsvatbare Amerikaanse president, dat de dollar als wereldreservemunt ophield te bestaan, waardoor ook de Verenigde Staten als opperste supermacht ophield te bestaan? Was het een bewuste gok of verregaande stommiteit? Een mislukte gok wordt natuurlijk ook als stommiteit geëtiketteerd. Het zou kunnen dat de toekomstige academici zich in twee kampen van gok en opzet verdelen. Beide beseffen dat handhaving van de hegemonische rol in de wereld altijd het overkoepelende doel van Amerikaans buitenlands beleid was geweest. Beide begrijpen dat het Russische initiatief tot militaire interventie in Oekraïne, dat Washington had uitgelokt, en de daaropvolgende geo-economische gevolgen van de strijd meerdere achterliggende strategische doelen diende. Een barrière opwerpen tussen Duitsland en de Russische Federatie was een van de belangrijkste. De kraan van Nord Stream 2 bleef dicht. Dat zorgde ook voor opnieuw groeiende afhankelijkheid van de rest van Europa met Washington als vazallenbeheerder. In het jaar dat de wereld in tweeën splitste, met een unipolair door Amerika geregeerd deel en een multipolair deel aangevoerd door Rusland en China, plus 2/3 van de wereld die daar liefst ook aan wilde gaan meedoen, in die tijd werd vaak over de Europese zelfmoord gesproken. Dat was dan zelfdoding onder Amerikaanse dwang. Amerikaanse beleidsmakers wisten dat Europa zou worden verwoest door hogere energie- en voedselprijzen. Dat ging de Amerikaanse oliemaatschappijen en de betalingsbalans van de VS als energie-exporteur ten goede komen. Controle van over de handel in olie was samen met controle over wereldwijde landbouw al tientallen jaren een hoeksteen geweest van de geopolitieke strategie van de VS. En het blokkeren van alle energiehandel met Rusland zorgde ervoor dat de VS het zelf weer kon monopoliseren. Dus toch een gok? Toekomstige academici krijgen veel op hun bord. Misschien te veel. Want, lieve lezers, iets nog verschrikkelijkers dat zou kunnen gaan gebeuren met een wederzijdse inzet van kernwapens sluit aan bij mijn eerdere opmerking over hoe we die aanstaande wereld misschien niet meer zullen herkennen. Maar laten we na deze omweg teruggaan naar ons onderwerp van gezag en gehoorzaamheid in de EU-lidstaten, die hen een ellende van energietekort, onverwarmde woningen in de winter, voedselschaarste en het liquideren van veel industriële ondernemingen opleverde. Wat allemaal allerwegen gedetailleerd was voorspeld. Op welk gezag kon aanvaarding daarvan, gehoorzaamheid dus, bogen? Ik wil de toekomstige terugblikkers een handje helpen, waarbij ik hoop dat dit 50ste nummer van Gezond Verstand ergens in een overgebleven ruïne zal worden teruggevonden. Dat gezag was niet verbonden met iets wat nog bestond, maar het was in de Europese hersens blijven zweven als een verbleekte herinnering aan iets waarmee het vroeger werd geassocieerd. Dat iets was kolossaal succes. De stichting van een gemeenschappelijke markt van Europese naties was een geslaagde krachttoer geweest van geniale Europese denkers. De wereld had zoiets nooit eerder meegemaakt. Maar er kwam de klad in met de opkomst van digitale technologie die de weg voorbereidde voor de grote kaping
van het rommelig politiek verenigde Europa die erop volgde. De beleidsambtenaren in Brussel en de lidstaten gingen zich gedragen als tovenaarsleerlingen. Hun digitale toverstokjes vervingen de op ervaring gebaseerde kennis van succesvol economisch functioneren in een tijd dat het nut van de vrije marktwerking werd verheven tot de pseudo-ideologie van het politiek invloedrijke neoliberalisme. Tegelijkertijd werd de prioriteit van verdieping om de Europese gemeenschap van politieke pilaren te voorzien vervangen door een door machtige corporaties gewenste verbreding. De vanuit Sovjet-juk bevrijde Oost-Europese landen mochten gaan meedoen, zonder dat ze meer dan hun zorgen aan Europa toevoegden. Het gezag van de NAVO berustte eens op de legitimiteit van haar bestaan in een westerse wereld die schrok van het angstwekkende voorbeeld van het naoorlogse Tsjechische slachtoffers van de Sovjetmacht. Dat gezag, dus het gezag van de NAVO, bleef eveneens in de herinnering zweven nadat de NAVO met het verdwijnen van die Sovjetmacht haar bestaansrecht verloor en onder Washington's controle voor offensieve doelstellingen werd ingezet. De succesvolle Europese gemeenschap is verworden tot het politieke gedrocht van de EU als onderdanige vazal van de VS, met een namaakparlement en een namaakrechtelijke macht dat een politiek vacuüm opleverde waarin de boeven van het World Economic Forum en Amerikaanse neoconservatieven hun slag konden slaan. Vanzelfsprekend vormen de zichtbare Europese beleidsmakers geen geloofwaardig gezag. Wanneer de niet gekozen EU-president Ursula von der Leyen zegt dat de EU met betrekking tot Oekraïne, en dan citeer ik, vastberadenheid moet tonen en geen verzoening, en dat Poetin zal falen en Europa zal zegevieren, en dat daarom de voor Europa vernietigende sancties gehandhaafd moeten blijven, dan heeft deze door en door corrupte dame zich geleend als boodschapper van misleiding door een misdadige supranationale macht die erop uit is om mensen te marginaliseren en te ontmenselijken via een zogenaamde vierde industriële revolutie. En dat geldt dichter bij huis natuurlijk ook voor Rutte, Kuipers, de minister voor de boeren en de rest van de bedriegers. Zij vormen geen geloofwaardig gezag. Ze vormen geen enkel gezag. Want wat er van de EU is geworden, is een totalitair stelsel dat zich alleen maar kan handhaven door intimidatie en dreiging van geweld. Daarmee is de EU ook de meest kwetsbare prooi voor de grote herstart geworden. Dat feit kan alsnog reacties van opstand veroorzaken, waardoor de toekomstige historici een veel groter en meer geschakeerd terrein onder handen zullen kunnen gaan nemen. Ik dank u voor uw aandacht. En dan ga ik nog even door om nog iets tegen u te zeggen. Ik merk uit opmerkingen die geplaatst worden nadat mensen gekeken hebben naar deze video's, dat sommige mensen gezond verstand niet lezen. En alleen maar mij gezien hebben, het sprekende hoofd van gezond verstand. Maar ik ben niet het enige in gezond verstand. Er zijn heel wat schrijvers die ontzettend interessante dingen te vertellen hebben. Ik merk dat ze niet lezen, want ik krijg opmerkingen te horen. Ik krijg ook mails toegestuurd die zeggen van waarom ga je daar niet eens een keer over praten? Waarom zie je dat dan niet? Enzovoort, enzovoort. En het heeft allemaal in gezond verstand gestaan. Dus dat betekent dat die mensen die zoiets schrijven gezond verstand niet lezen.
Nou, dat is een probleem. Wat kunnen we daar nou aan doen? Ik denk dat het antwoord daarop eigenlijk niet zo moeilijk is. U kunt een abonnement nemen. En ik hoop dat u dat ook gaat doen. Want, weet u, wij bedelen niet om geld. We bedelen om abonnementen. Of, laten we het zo zeggen, om mensen om abonnementen nemen. Zodat we kunnen doen waarvoor wij bestaan. En we zijn opgezet, hè, toen we begonnen met Gezond Verstand, was het idee dat wij onze landgenoten gingen inlichten over die dingen die heel belangrijk zijn in het leven en voor de toekomst, maar die door de reguliere media, de gevestigde media, of helemaal worden verzwegen, of op een zeer vertekende manier worden weergegeven. En daar schrijven we over. We schrijven niet over dingen die ook in de reguliere media verschijnen. Jammer genoeg hebben we geen kookrubriek of andere dingen, of kolommen of andere dingen die, waarin de normale kranten en misschien ook televisienieuws zich wel mee bezighouden. We schrijven alleen maar over dingen waarvan wij denken dat u die moet weten, maar die dus niet door de media aan u worden doorgegeven. Ik zou zeggen, neem een abonnement. Het blad wordt natuurlijk ook op sommige plekken in winkels verkocht. Maar dat lukt niet altijd, hoor ik vaak. Want mensen kunnen niet zo'n plek vinden, zo'n winkeltje vinden. En ook is het dan vaak uitverkocht, heb ik ook gehoord. Neem een abonnement. Het is makkelijk. En u zal er geen spijt van hebben. En nogmaals, als u dan een abonnement hebt genomen en ziet wat er allemaal in staat en denkt van, hé, daar ben ik in geïnteresseerd en daarover zou ik ook een bijdrage kunnen leveren, schrijf ons en zeg, ik denk dat ik een bijdrage kan leveren. En adresseer dat dan aan redactie@gezondverstand.eu. En doe er dan meteen ook een telefoonnummer bij, anders kan ik u niet bereiken om erover te praten. Nogmaals, dank u voor het kijken. En hopelijk tot gauw, in elk geval over 2 weken.